Dorpshuis De Vaart is de place to be voor Matt Herben. Hier komt hij elke week en kan hij zijn koffie op de rekening laten zetten. Je moet uit mijn buurt blijven, want dan kom je op de film. Is het zo? Ja. De meesten kennen Matt uit de tijd dat hij betrokken was bij de LPF, de partij van Pim Fortuyn. Balkenende wordt ook leuk vertolkt, zie ik. Wie is dat, joh? In de serie heeft Herben de rol van verteller. Kijk, die scenario-schrijvers die willen iets uitbeelden en ik ben dan een braaf burgermannetje. Dat ben ik ook, ik ben een braaf burgermannetje. Alleen waar ik nu op let is of ze dan de niet wat je vaak hebt, de bijgedachte hebt. Iemand die braaf is of een burgermannetje is, is ook saai of bekrompen. Dan heb je me echt nooit begrepen. En iemand die bekrompen is gaat ook niet voor Pim Fortuyn werken. Hè? Want dat is een omstreden man in die tijd. Niet alleen qua politieke deelmiddelen, maar ook nog een uitgesproken homo. Maar voordat hij Fortuyn ontmoet, scheurt Herben in de serie op een racefiets door Nederland om het verhaal aan elkaar te knopen. Laat ik nou nooit gefietst hebben op een racefiets. Ja, Matt let op alle details. Zelfs het wielrenpak dat iets te strak om zijn buik zit. In die tijd had ik nog geen buikje. Daarna heb ik dat wel gekregen. Maar dat heb ik juist in de Tweede Kamer gekregen, omdat je dan tot 's avonds laat vergadert. En dan ga je om 10 uur pas eten. Dus ik ben dik geworden in de Tweede Kamer. En niet alleen Matt is overstag, ook zijn vrienden in het dorpshuis kijken de serie. Ja, je komt constant pontificaal aan bed. Goed, jongens. Gaat u nog niet even een potje biljarten? Nee, dan val ik gelijk door de mand dat ik het niet kan.